Deze zomer wordt er in Nijmegen gestart met de aanleg van de Ringstraten tot Fietsstraten. De Gerard Nootstraat, de Van Broekhuizenstraat, de In de Betouwstraat en de Van Welderenstraat krijgen stroken voor fietsverkeer in beide richtingen. Op dit moment hebben deze straten nog fietsstroken in één richting. Auto's blijven gewoon in één richting rijden. In het voorjaar van 2018 moet het werk allemaal klaar zijn. NEC organiseert van 23 tot 28 mei een internationaal voetbaltoernooi genaamd Nobody Offside. De club maakt zich hard voor mensen met een verstandelijke beperking. Met het evenement hopen NEC en partners een podium te creëren waarin deelnemers een kans krijgen om nog beter te participeren in de maatschappij. Gedurende dit voetbaltoernooi zullen 12 teams uit verschillende landen en van verschillende Nederlandse betaalde clubs en amateurclubs actief zijn. Het evenement vindt plaats in Nijmegen, Wijchen, Bergendal en Heumen. De Brede School in Hatert heeft vandaag een lunch georganiseerd voor de buurt. Iedereen uit Hatert kon aanschuiven voor een vers broodje en een kopje soep. Lunch werd gehouden in het parkje aan de Kouwenbergstraat, waar ook burgemeester Bruls een vorkje mee kwam prikken.